Dag Stefanie, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Stel je eens even voor, alstublieft. Goedenavond, ik ben Stefanie Voeten. Ik kom uit Minderhout en ik ben 23 jaar oud. Mijn hobby's zijn paardrijden en zwemmen. En ik werk bij het Afstandkruis als afstandsconsulente en als personal coach. Je zit dan al meteen in de branche eigenlijk? Ja, dat klopt. Ik ben ook schoonheidsspecialiste van studie. Dus ik blijf mijn verzorging onderhouden, maar ik doe mijn job heel graag. We werken ook met regelmatig wegen, meten, alles van voedingsadvies meegeven en de sporten bewegen. Dus we zijn ook heel sportief bezig. Ja. Geef je daar zo eens een voorbeeld van? Als ik zou willen afslanken of moet afslanken, wat moet ik dan eigenlijk doen? Ja, dan bent u zeker welkom bij ons. Dan gaan we eerst een figuuranalyse uitvoeren. Gaan we even wegen en meten. Met de meting kunnen we ook eventjes in de wegen kijken van wat uw BMI is en de vetmassa. Kunnen we even alles bekijken. Gaan we ook bespreken wat uw wensen zijn en alle opties even uitleggen. We werken bij twee actieve afslanktoestellen. Het eerste toestel is InfraSlim. Dat is elke cabine waar je oefeningen kan doen met infrarood tot 50 graden. Voelt heel aangenaam warm. Voor spieren en gewrichten supergoed. Ook voor rug- en nekklachten is zeker heel goed, zeker aangeraden. Ja. En daarna komt er ook nog een infrarood fiets bij kijken. Dat is 20 minuten fietsen met infraroodlamp achteraan op de rug. Je bent wel gewoon om dat uit te leggen, hè? Ik doe mijn job graag, we zijn gepassioneerd. Dat is duidelijk. En waar moet ik er dan voor zijn als ik bij jou wil komen? Alsjeblieft. Waar moet ik dan daarvoor zijn als ik bij jou wil komen? Het 11e filiaal is sinds dus deze zondag geopend. Dus waar woont u ergens? Welke regio? Ninova. We zijn eigenlijk in heel provincie Antwerpen. Bijvoorbeeld Beersenschilde. We hebben nu ook Heist op den Berg. Keerbergen is nieuw. Sint-Katelijne-Waver komt er in de toekomst ook aan. Dus we zijn volop bezig met uitbreiden. Het gaat heel goed. Ja. Hoe komt het dat je dan eigenlijk meedoet aan zo'n misverkiezing? Ik heb er stiekem toch altijd van gedroomd om het eens te proberen, maar nooit de stap durven zetten. En ook omdat dit op een soepele manier is. Het maakt niet uit hoe groot dat je bent, want ik ben zelf maar 1,63 meter, dus niet heel groot. En het maakt er niet zoveel uit. En vooral, we gaan heel leuke dingen doen. Het zelfvertrouwen gaat ook enorm groeien. En dat zijn toch wel belangrijke punten die dat ik zeker wil ingroeien. Hoe ben je als meisje of als vrouw? Soms onzelfzeker. Daar ben ik zeker aan het werken. Ik ben echt wel gegroeid ten opzichte van een paar jaar geleden, maar ik zie toch nog graag wat sterker. Ja, het mag nog meer groeien. Hoe zie je uit, of zie je uit naar het traject dat je gaat volgen hier bij Miss Wellness? Ja, ik ben heel benieuwd naar het traject dat gaat komen. Ik kijk ook enorm uit naar de eerste kerstmarkt. Dat gaat super leuk worden met de karaoke. Ik heb al gemerkt dat we een heel enthousiaste groep hebben. Dus we gaan een heel hechte band vormen. Dat is ook al belangrijk. En met de verschillende activiteiten, dat sprak mij ook direct aan. Daarom dat ik zeker ook mijn kans zou maken om deel te nemen. Zou je ook graag de titel winnen als ambassadrice van de wellness en de beauty sector? Ik merk dat ik sterke tegenkandidaten heb, dus voor de titel kan ik het nog niet zozeer zeggen. De titel van Miss Style is wel heel aansprekend, maar we zien wel. We gaan het gewoon even bekijken en dan zien we wat er gebeurt. Het zijn een heel pak meisjes natuurlijk. Wat vind jij eigenlijk van die meisjes? Ik vind het heel mooie meisjes, ook heel sympathiek. We komen ook allemaal goed overeen. We beginnen nu al naar elkaar echt kennis te maken. Ze staan allemaal open voor nieuwe dingen bij te leren. Dus het gaat echt een heel leuke tijd worden. Ja. Okay. Dat klinkt in elk geval heel leuk. Ik wens je zeker heel veel succes toe. En hopelijk word jij de nieuwe Miss Wellness Beauty. Dankjewel. Fijne avond nog.